Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan deze leuke zomerse omslagdoek maken. Deze is 1,35 meter bij 70 centimeter. Je kan hem natuurlijk groter maken of kleiner, wat je wil. Hij is heel makkelijk omdat hij met stokjes en lossen is gehaakt. Ik heb hem, dit patroon weer gevonden in een oud schriftje dat ik 30 jaar geleden of zo een keer opgeschreven heb. Het is echt een hele leuke sjaal, een driehoek. En zoals je ziet, zie je dus eigenlijk dat je vanuit het midden, dus je werkt aan de onderkant helemaal naar de punt. En dan zie je dat je de ene keer heb je twee groepjes van vier stokjes en de andere keer heb je één groepje van vier stokjes. En dan de andere toe werk je met een V-stitch en je hebt twee soorten V-steken, V-stitch met drie lossen tussen en je hebt V-steken met twee lossen tussen. En heeft alles eigenlijk te maken alleen maar aan de bovenkant, alleen maar aan de bovenkant de V-steek. Maar ik ga nu de sjaal wegleggen en ik ga het heel rustig uitleggen zodat ook jij deze leuke, en het is een hele lekkere, je voelt het al, zachte zomersjaal. Ik vind het ook een beetje een bruidssjaal, dus ik mag nog gaan bedenken hoe ik deze zomersjaal ga noemen. Ik leg hem nu weg, ik ga het stap voor stap uitleggen en ik zal eerst zeggen wat je nodig hebt. Je hebt nodig drie bolletjes wol en het is super soft van Zeeman. En hier staat dat je hem kan haken op haaknaald nummer 3 of 4. Maar ik ben van de losse sjaals en ik gebruik haaknaald nummer 6. En dan krijg je inderdaad deze lekkere, ja, je kan het natuurlijk niet voelen op beeld, maar je ziet wel een beetje zo hoe lekker luchtig deze sjaal is en ja, hoe mooi. En je blijft natuurlijk altijd aan de goede kant werken. En dat komt op de manier hoe je haakt. Je haakt eigenlijk de V-stitch aan de ene kant en aan de andere kant werk je met stokjes. Dus drie bolletjes wol van de Supersoft, haaknaald nummer 6, een schaartje, een stopnaald en een centimeter. En dan begin je met je haaknaald en je bolletje wol. En dan gaan we het heel rustig uitleggen. Je zet een opzetlus op. Dan haak je 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En je sluit de ring in de eerste steek. Met een halve vaste. Dan zet je 3 lossen op. 1, 2, 3. En dan ga je 3 stokjes in de ring zetten. Twee lossen en 4 stokjes. En dan is dit je eerste toer. Dan ga je 3 lossen doen. 1, 2, 3. En je keert je werk net als een blaadje zo. Maar je houdt dus dit touwtje, of dit draadje, het is meer een draadje natuurlijk, hè, met wol, hou je beneden. En dan ga je de V-stitches maken. En de V-stitches zijn, nu doe je nog, even nadenken, 2 lossen en dadelijk wijst het zichzelf hoor. En tussen het eerste, dit telt als een stokje, en het tweede stokje, daar zet je een stokje. Dan 2 lossen
En dan ga je in het midden een grote V-steek maken. En een grote V-steek is niks anders dan een stokje, drie lossen en een stokje. Daar hou je altijd het midden voor aan. Met de grote V-steek, stokje, drie lossen en een stokje. En tussen de V-steek doe je altijd twee lossen. En dan kom je hier op het eind, hier zet je tussen het laatste en het ene laatste stokje een stokje, dus weer een V-steek komt hier, maar dan twee lossen en weer een stokje tussen de ene laatste en de laatste. En dan is dit toer 2, dus toer 2, ik zal nog een keer herhalen, dat zijn eigenlijk 5 lossen en een stokje tussen het eerste en het tweede stokje in, dan 2 lossen, dan in het midden hierboven een stokje, 3 lossen en een stokje, dan 2 lossen, een stokje tussen de ene laatste en de laatste, 2 lossen en een stokje. Dus dit is de tweede toer. Dan gaan we nu naar de derde toer. Dan doen we 3 lossen. En je keert weer je werk en je houdt je draadje aan de onderkant. Dan zet je hier 3 stokjes in, want deze telt mee als een stokje. Dus 3 stokjes. Dan 1 losse. En dan zijn we al aan de bovenkant en de bovenkant betekent 2 groepjes van 4 en dan doen we 2 lossen tussen. Dit is 4 en 2 lossen. En in dezelfde opening aan de bovenkant 4 stokjes. Na elk groepje van 4 zet je 1 losse en dan gaan we in deze V-steek ook weer een groepje van 4 stokjes maken. En dit is alweer de derde toer. Zo moet hij eruit komen zien. Dan doe je 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Want je keert het werk weer en je houdt je draadje aan de onderkant. En dan gaan we nu weer allemaal V-steken maken. Dus je zet weer een stokje tussen de eerste en de tweede in. 2 lossen en dan pak je de volgende opening en dan zet je ook een V-steek in, maar omdat deze net boven het midden zit, midden bovenaan, en hier komt dadelijk ook een groepje van 2 dubbele stokjes, zet je hier een grote V-steek in. Dus de tweede opening wordt een stokje, 3 lossen en is alleen maar aan de bovenkant elke keer de grote V-steek. Na de V-steken zet je elke keer 2 lossen. Hier moet je gewoon ritme in krijgen hoor. Dan in de bovenkant weer een grote V-steek, dus een stokje, 3 lossen en in dezelfde opening een stokje. Dan weer 2 lossen. En deze opening is weer na het bovenste en hier was er een V-steek van 3, de bovenin 3, en hier gaan we ook een V-steek van met 3 lossen doen. Dus een stokje, 3 lossen en een stokje. En nu moeten we alleen nog aan deze kant
een gewone V-steek maken en tussen de V-steken zetten we elke keer 2 losse. Dus tussen het laatste en het voorgaand laatste zetten we een stokje, 2 losse en een stokje. En dit is alweer de vierde toer, want dit was 1, 2, 3, 4. En die hoort er zo uit te zien, dus echt dat je echt V-steken hebt. Hier een V-steek in het eerste en tweede stokje, dan 2 losse en dan weer in die opening weer een V-steek met 3 losse tussen de groep of de V-steek in 2 losse, dan een V-steek met 3 losse, 2 ertussen, een stokje, 3 losse, een stokje, 2 losse en dan tussen het ene laatste en de laatste een stokje, 2 losse, een stokje. Dan gaan we nu naar toer 5 en dat doen we met 3 losse en we keren het werk. Dus we pakken nu 3 losse, 1, 2, 3 en we keren het werk en we houden het draadje aan de onderkant. En hier in deze opening in die V-steek zetten we nog 3 stokjes, want die eerste losse die tellen mee als een stokje. Drie losse. Tussen elk groepje van de 4 zetten we 1 losse. Dan gaan we weer naar de volgende, maar omdat deze net voor het midden bovenaan zit, wordt dit ook een groepje van 2 keer 4 met 2 losse. Nee, ja, met 1 losse ertussen, sorry. Dus dit wordt een groepje van 4. Een losse en nog 4 stokjes. In dezelfde opening. En zo'n dubbele doe je alleen maar net voor de middenboven waaier. Dus eigenlijk alleen maar aan de bovenkant, maar het is wel per toer om en om. Dus de ene keer doe je 4, de andere keer doe je 2 in. Maar ik laat het nog een keertje zien hoor. We gaan nu nog 1 losse tussen doen en dan gaan we middenboven gaan we deze weer herhalen. Altijd middenboven is dit gewoon hetzelfde. Dus je moet het draadje aan de onderkant. En hier zetten we weer 4 stokjes, 2 losse en 4 stokjes. Dan gaan we nog 1 losse. En dan gaan we in die volgende V-steek gaan we weer zo'n groepje van 2 keer 4 stokjes doen. Goed die V-steek in de gaten houden, dat je die ook echt, dat je daar ook je stokjes in zet. Het haakt echt lekker weg hoor met haaknaald nummer 6. 2 losse tussen. Als je nu niet snel meer een sjaal af hebt, dan en dan weet ik het eigenlijk niet meer. Deze kan je gewoon, als je eenmaal na toer 8 bent of zo, dan kan je deze wel dromen. Dan nog 1 losse. En dan gaan we in die laatste V-steek weer 4 stokjes doen. 1, 2, 3, 4. En dan moet hij er zo uit komen zien. Zie je, hier heb je een dubbele en dan pak ik even de sjaal erbij. En we zijn nu op deze, in deze toer.
En dan zie je dat je hier de dubbele groepjes hebt van 4. Maar als je hier naar boven werkt, dan zie je dat dit verspringt. Dus eerst 4, dan weer een rij V-steken en dan heb je een enkel groepje van 4. En dan weer een dubbel en dan weer een enkel en dan weer een dubbel. En de rest hier, dit zijn allemaal groepjes van 4, allemaal. Maar hier, dit gaat vanzelf. Dit gaat eigenlijk vanzelf, alleen hierboven. Dit is om en om, om en om, om en om. Maar als je het gewoon zelf dadelijk gaat doen, dan, dan ga je het begrijpen. En omdat we nu weer de toer gaan beginnen met de V-steken, gaan we nu 5 lossen doen. Als je 5 lossen hebt gehaakt, dan keer je je werk. En dan gaan we nu een stokje maken tussen de eerste en de tweede. 2 lossen. Een stokje. 2 lossen. En een stokje in dezelfde opening. Dus dit is de V-steek met 2 lossen. Daarna doe je ook weer 2 lossen. Dan gaan we in deze opening weer een V-steek maken met 2 lossen ertussen, een stokje, 2 lossen en in dezelfde opening een stokje, dan weer 2 lossen in deze opening tussen die 2 groepjes, weer een gewone V-steek met 2 lossen. Heb je de V-steek gedaan, doe je weer 2 lossen en dan kom je bovenaan en dan kan je zien door het touwtje hieronder en dan doe je hier bovenin een grote V-steek, die doe je altijd bovenin met 1, 2, 3 lossen, dus de grote V-steek die komt bovenin, 2 lossen en ik ga misschien te snel, even terug uit, tussen deze 2 groepjes in deze opening weer een V-steek, dus deze toer is helemaal met V-steken. Twee lossen en hier tussen dit groepje met die grote en die zit altijd zeg maar om en om dadelijk voor die middelste waaier. In de opening 1 stokje, 2 lossen, 1 stokje, dan weer 2 lossen en dan ben je nu weer bijna op het einde, in die opening een V-steek, 'n tussen het laatste en het ene laatste stokje weer een V-steek. En dat is het einde van de toer. En als je V-steken hebt gehad, die toer, dan ga je met stokjes weer werken. Dus dan doe je altijd 3 lossen. En dan draai je weer het werk. En nu, omdat je de vorige toer met die dubbele stokjes voor deze middenwaaier hebt gedaan, dan ga je nu alleen nog maar groepjes van 4 maken tot bovenaan. Daar ga je een groepje van 2 keer 4 maken. Dus dit zijn 4, 4, 4, 4 stokjes en er zit gewoon 1 losse tussen. Deze telt nog mee als beginstokje. Dus in het begin doen we 3 stokjes. En elke keer een losse tussen de 4 stokjes. In deze V-steek weer 4 stokjes. Een losse. In de V-steek 4 stokjes.
een losse tussen. In de V-steek 4 los of 4 stokjes. Een losse. En bovenaan doe je 2 groepjes en 3 losse. Dus 2 stokjes of 4 stokjes. Drie losse. En weer 4 stokjes. Een losse. En weer 4 stokjes in de V-steek. 1 losse. En zo herhaal je dit patroon continu, dus je doet het om en om. Als je nu verder zou gaan, dan ga je met 5 lossen weer verder en je keert het werk en je doet overal een V-steek en bovenaan doe je een grote V-steek met 3 lossen en dan hier weer een V-steek. Als je dan weer op de teruggaande toer gaat, dan zie je dat je hier een dubbel groepje hebt van 4 en die ga je ook hier bovenaan erin zetten, net voor het midden. Hier ga je die dubbele groepjes zetten in de V-steek. Dus dit is de uitleg voor de zomerse omslagdoek. Ik vind het ja, net mijn een bruidse omslagdoek, maar dat is maar net waar je van houdt. Ik denk dat ik het mijn bruidsjaal ga noemen. En ja, je moet zelf weten welke rand je eromheen wil haken, maar deze heb je zo door dit patroon. En ik zou zeggen, graag duimpje omhoog voor als je deze video leuk vindt, en op mijn foto klikken voor te abonneren. En dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.